vandaag komen brengen? Waarom bent u hier? Nou, jullie zijn hier om te kijken hoe je dingen voor elkaar kan krijgen. Niet door te kijken door wat mensen niet kunnen, maar juist voor wat ze wel kunnen. In verband met jullie studie. En ik denk dat het hier om draait bij de Paralympische Spelen. Dit zijn allemaal mensen die met een beperking geboren zijn. Maar die laten zien dat je topsporter kan worden met een beperking. Dat je ongelooflijk goed in iets kan worden door te focussen op wat je wel kan. En dat is de kracht van sport. En het is de kracht van deze mens. En ik denk dat het voor heel Nederland belangrijk is om die kracht eens te zien. Om ten eerste bij zichzelf eens te kijken van, goh, ik kan misschien ook veel meer dan ik denk. Voor dat kind op de bank wat een handicap heeft en wat deze sporter ziet en denkt, jeetje. Maar ik kan dus ook veel meer dan ik ooit had gedacht. Dus het is voor ons allemaal heel belangrijk. En we hebben hier natuurlijk gewoon het aspect van topsport. Dit zijn topsporters die trainen keihard. Die blinken uit in iets en die zijn gewoon de beste van de wereld. Die opdracht heet Samen voor Goud. Hebben we vanuit NOC, NSF en de verschillende hogescholen hebben we iemand die nog niet sport, maar die wel een beperking heeft, hebben geprobeerd aan het sporten te krijgen. En iedereen heeft dat op zijn eigen manier gedaan. Dus ik zelf heb met iemand die borstkanker heeft en daarvoor wel sporten, maar eigenlijk niet meer kon sporten en de arm niet meer goed naar achter kon bewegen, die heb ik begeleid, zodat ze wel weer andere bewegingen kan doen. En anderen hebben op hun eigen manier iemand weer aan het bewegen gekregen. Dus dat is een beetje onze weg hier naartoe. Waaronder als eerste zijn we naar een blindenorganisatie geweest, de Racer. Daar hebben we Spreuze Kobel. En daar hebben we naar eerste orde gekregen naar hoe is het nou om blind te zijn in Rio de Janeiro, Brazilië. Hoe gaan mensen om in het dagelijks leven? En daarin, hoe kunnen mensen zich toch gaan sporten door het middel van Kobel? Daarna hebben we een lunch gehad met de blinde sporters van die organisatie. Hebben we blind pizza gegeten? Dus we hebben allemaal een doek op ons hoofd. En hebben we blind pizza geprobeerd te eten. En daarna zijn we met die spelers hebben zeg maar een go-go gespeeld. En ze hebben een clinic gekregen van hen. Dat is een aparte ervaring. Daarna hebben we zijn we een portaalje binnengelopen. Dan hebben we nog naar gekeken, registratie ingelopen. En we zijn bij een school. Daar kunnen 450 studenten komen en dat wordt zeg maar betaald door bedrijven en organisaties. En waarbij die ouders wel een bedrag betalen, maar het is bijna niks. En de kinderen die komen daar al eigenlijk vanaf 3 maanden tot en met 18 jaar. En daar krijgen ze les in muziek, in dans, krijgen ze heel veel dingen. Maar het belangrijkste is dat ze zijn van de straat af en uiteindelijk mogen ze naar de universiteit. Dus die 450 studenten die hebben dus gewoon echt een kans. En het slagingspercentage, dat is gewoon 100%. Dus dat is. Daarnaast hebben we een uitwisseling gehad met andere universiteiten. Hebben we onderwerpen uitgewisseld met die studenten. Ook de sport, aangepaste sport. Hebben we gehoord hoe is het studentenleven in Brazilië. Zijn we achterkomen dat de studenten daar hier wel heel hard moeten werken. Ze zijn 6 uur per dag daar. En daarnaast werken ze nog 6 of 8 uur. Dus die moeten werken keihard zeg maar, om toch een kans te krijgen. Daarnaast hebben we Bietvoer. Als eerste, deze dag. Bietvoer. Zijn we naar de Koop de Baan gegaan. En dan ook nog de kinderen die worden met busjes uit de ververs gehaald. Want die komen bijna niet op het strand. En dan. Sorry. Nou ja, en je krijgt ook een kans om toch wel leuk en sociaal te beachvoetballen met die organisaties. Dus we hebben een leuke partij gespeeld met die kinderen. Dat vonden ze helemaal geweldig. We zijn ook naar verschillende sporten geweest. We zijn als eerste ook naar de opening geweest. Nou, voor iedereen volgens mij echt een hele mooie ervaring om daarbij te kunnen zijn. Ook heel bijzonder, wat ik in ieder geval heel bijzonder vond, is was een vrouw die was blind en die mocht ook met het vuur lopen. En die viel uiteindelijk. Het publiek was eerst helemaal stil en daarna echt heel het publiek haar aanmoedigen om maar door te gaan. Ik had echt gewoon kippenvel. Ik vond het gewoon echt een heel mooi moment. En zijn eerste dag zijn we naar zwemmen gegaan. Winnen we 6 medailles voor Nederland. Dus gewoon een fantastische eerste dag eigenlijk. Een hele gave ervaring.
zoals aan onze stemmen eigenlijk al te horen, hebben we iedereen keihard aangepakt.